Maar die hongerigheid van Nike is ook een beetje weggegaan. Op dat. Maar ook qua straatbeeld. Ik zie zoveel Essex tegenwoordig. Zeker, ja, man. Ik zie zoveel Onitsuka Tiger schoenen van Essex. Wa waarom even, denken uh, jullie dat er zo'n shift is gekomen? Daar heb ik even research naar gedaan. Hé, hey, we heb gaan uh, factual praten. Factual. Ik heb met mensen gesproken uh, die voor uh, deze companies werken. Mm -hmm. um, en die zitten echt in deze business. En zij... ...hebben dit al een tijdje zien aankomen. Dus ik heb verschillende mens, mensen gesproken... ...die voor uh, deze bedrijven hebben gewerkt. Allereerst, Nike je een paar jaar terug van CEO. Nike, uh, John Donahoe heet hij. En hij ging heel erg inzetten op het digitaliseren... ...van Nike en memberships. Weet jullie nog dat uh, die hele NFT-hype... 100%. 100% toen ze Artifact hadden gekocht en dat was zeg maar dat zat ze echt in het rijtje van Converse Air Jordan en nu hebben we Artifact yeah. digitale kleding voor digitale metaverse dingen. Nou, daar hebben ze zoveel money tegen aangegooid. Money die ging uit zeg maar culturele dingen, innovatie. Dan hebben ze daarin gepusht? Memberships, die Nike Plus-membership, membership, membership, membership wezen Nike-member, cetera. Dat was een beetje de visie van die John. Hij was niet meer echt op... oké, okay, we moeten weet je, vernieuwen in producten... of we moeten toffe yeah. campagnes doen of et cetera. Hij ging zich daar volledig op focussen. En wat hij vervolgens ging doen... is heel veel mensen die in touch waren met de cultuur... uit steden als New York, Parijs, Londen, um, uh, uh, Berlijn... die echt invloed hebben op wat mensen dragen... hebben ze allemaal naar het hoofdkantoor gebracht uh, uh, in Oregon. Dus heel veel van die mensen... Die echt zeg maar, cultureel aangelegd zijn binnen die organisatie, die hebben ze allemaal eigenlijk naar het hoofdkantoor in Oregon in Amerika geschoven, om vanuit daar zeg maar de leiding te hebben op Nike. Hij heeft heel veel gekat op bepaalde posities. En um, terwijl dat allemaal gebeurde, uh, werd Nike ja, veel minder ging veel meer, minder culturele dingen doen. Om het zo te zeggen. Uh, collabs waren altijd in bepaalde silhouetten, in bepaalde kleuren. Um, maar tegelijkertijd kwamen er ook allerlei andere merken op. Voornamelijk running shoes zoals On Running, Essex, New Balance, Hoka, Salomon. Die zagen een kans schoon. Van hey, we zien Nike steeds meer eigenlijk een soort zakelijker worden. Die John dacht eigenlijk van Nike is... We willen die concurrentiegame niet eens spelen met jullie. Wij zijn veel groter dan dat. En daar stond hij de punk uh, echt mis. Adidas heeft met de Samba... Natuurlijk, Zeker, echt. Een, een, een ja. staple shoe weer teruggebracht. Bro, zelfs hoe, in, zelfs hoe de Adidas-campagne Adidas met die nieuwe F50 is. Ja, bro, man. het heeft zo erg aangeslagen. Je ziet ja. het echt bij heel veel kinderen. Heel veel kinderen. Ja. Willen ook de F50, ze, ze, ze kijken niet eens meer naar Nike-schoenen. Ja. Ja, Hoeveel, hoe ja. die andere, die Mercury of zo? Vaper. Ja, dat is op, op, op athlete, ja, maar bijvoorbeeld de Samba, de Adidas mm. Samba, hoe dat zo dominant vandaag, is geworden. Bro, zeker. Zeker. Het heeft eigenlijk de Air Force bijna een soort overgenomen. No, 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 no. Wow, die ging net. Die ging Kijk, net. Maar ik, heb, ik heb het over zeg maar. Oh, bro. Qua hype. De de ver, hype. Ver, qua hype. Okay, verhoging, ja, nee, ik denk ik. oprecht dat de verhoging van Air Force Prijzen ook iets ermee te maken. Ja, tuurlijk. Heeft. Bro, ja, man. dat ding ja, man. kost 120 euro. Ja. Hoeveel was het? 100? 100? Hè? Ja, man. 99,99 euro was dat ding. Ja, ze zijn moeilijk gegaan, even, man. Ze zijn moeilijk gegaan. En bij die, bro, internet ontplofte, bro. Want het klopt niet dat een Air Force 120 euro. Het klopt niet, bro. Ja, man. Ik, heb, ik heb sinds die Air Force meer gekocht. Ja, en hoe ik dit nu allemaal noem. Nog uh, cijfers. Dit, uh, ja, dat okay. is natuurlijk het belangrijkste. Ja. Um, in het vierde kwartaal uh, van het fiscale jaar daalden de inkomsten met 2%. Dat is ongeveer 12 miljard. Op 28 juni 2024 kende Nike zijn slechtste beursdag ooit. Sinds de burgang in 1980 met een daling van 20% Ooit. in aandelen. Een verlies van 28 miljard aan marktwaarde. Even een vraagje of je dat daar hebt. Waarom was het specifiek die dag? Is er, wat, wat lag er aan vooraf of lag er niks aan vooraf? Zou ik even moeten onderzoeken. Maar dat zijn van die momenten. dat eigenlijk laat zien dat Nike echt super slecht gaat. Ja, precies. En, Historisch uh, slecht. Oh, ja. Ik ja, ja. geniet niet wel van die downfall. Hoor. Ja, want zij dachten. zij waren het oh. grootste. Oh. Zij oh? dachten ook. Why? Ah, ze zijn niet in Nederland actief. Even man. Oh, ja, ja maar Nike, Nike wil niemand zien, niemand ja, kijken. Een tijdje gingen ze wel een paar mensen kijken. acht jaar terug zo een leuk, klei, kleine Ronnie kregen Boku, een paar dingen. Ja, ze kregen een paar paard. dingen. Ook niet, volgens mij ook niet generous, maar ze kregen wat dingen. Twee <laughs> en, en daarna ja. heeft Nike gezegd: hé, hey, we halen die hele stekker eruit. Mm. hun ook. Man. Dus dat is cijfermatig, weet je, qua beursgang, uh, qua waarde, wat Nike waard is, hebben ze echt flinke klappen gekregen. En dat is gewoon. Weet je, dat is gewoon een teken dat het slecht gaat in het bedrijf. Er zijn veel mensen ook ontslagen. 15% uh, is er op, uh, op, uh, op werknemers is er gekut. Er zijn mm. heel veel mensen ook ontslagen. Uh, maar dat heeft, dat heeft gewoon invloed, ook in het straatbeeld, et cetera. Een ander ding wat belangrijk is geweest, is de opkomst van hardlopen. Mm -hmm. Tijdens ja. COVID. Het allemaal binnen. Fitnessscholen waren dicht. Dus wat gingen mensen massaal doen? Hardlopen of een wandeling maken door het park. R Running shoes yeah. werden weer heel populair. Nike, wat van oudsher een running brand is, zij stond daar altijd bij. Dat was een eerste staple shoe en waren so, een running brand. So de letterlijk die NRC Nike app. Juist, juist. En um, ik weet niet of jullie de film Air hebben gezien. Nee. Het nee. gaat over Nike en Jordan. In ieder geval, het, als je de geschiedenis van Nike checkt, het, 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 het komt van running. Ehm um, dat is hun core, eigenlijk. Maar Nike werd op een gegeven moment zo groot. Ze waren bezig met basketbal, met voetbal, met uh, atletische uh, 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 sporten, uh, sport, atletiek. Ze waren met zoveel andere dingen bezig. Running was one of the things, zeg maar. Maar hardlopen werd zo populair. Uh, overal, dat hebben jullie ook allemaal gezien. Ik bedoel, deze jongen loopt opeens een halve marathon. Um, maar ook als je je moet eens in het weekend door Vondelpark lopen. 100%. Bro. Of elk park in Rotterdam. Er zijn zoveel mensen die nu weer hardlopen hebben opgepakt door COVID. Omdat dat was de enige soort sportieve uitlaatklep waar je niet veel voor nodig had. Um, die merken, dus bijvoorbeeld een onrunning van Roger Federer, de oud tennisser. Roger um, oh, Federer? Ja, oh. is van hem. Zij hebben zich zo toegelegd op running. Zij zijn echt die communities ingegaan. Zij zijn echt die mensen gaan zien, Zij zijn echt zeg maar. Um, in die wave van dat running weer populair werd, zijn ze daar echt in gaan investeren marketing en PR-wise. Essex same thing. Um, uh, new Balance same things. Weet je, die campagnes die jij nu doet, dat is een New Balance ding. Mm -hmm. Zij pushen het uh, hardlopen echt. Salomon, weet je, Salomon, als je naar kijkt, dit is een soort berg hardloopschoen, maar je weet wat er gebeurt als je die schoen draagt en het is comfortabel. Je gaat het ook op een gegeven moment casual dragen. Essex ja, is nu een casual patta. Mensen dragen als een soort mode-item. Ja, ja. Ik zie geen mensen die Essex dragen, man. Nee, tuurlijk. Ja, wel. Man. kapot veel mensen van ons dragen Essex. Je ziet weinig mensen met Essex? Ze hebben ook heel oh, ja. veel collabs ja, gedaan. Oh, ja. Ze hebben heel veel en, Ja, ja Met John bijvoorbeeld, Japans merk. Ze hebben met heel veel juiste partners ook collabs gedaan. Je hebt bijvoorbeeld de New Balance. Creative director van New Balance is Teddy Santis. Mm -hmm. Van uh, Emmy Leon Doré. Yeah. Um, hij is iemand die echt gevoel heeft voor Taste, heeft het netwerk. <laughs> hij heeft New Balance helemaal gerebrand. Echt de juiste collapse. Ook. Tot een soort casual schoen, want New Balance mm. komt ook voor running. En Essex, same thing. Essex heeft met bepaalde belangrijke staple merken collapse gedaan. Worden Essex nu opeens een soort. Modemac, je kan nu met SS schoenen in de club staan en niemand kijkt eraan. Ja, Zeker, zo, je raar aan. Zeker, want als je een paar jaar geleden was, was dat wel raar. Was ja, er, van, het, wat? Ja. er is vorige week letterlijk een New Balance x Loro Piana uitgekomen, bro. Loro die schoen Piano is toe. wel echt, echt niks. Dat zeiden. <laughs> <laughs> die schoen ga je alsjeblieft checken. Ja, moet uitkijken. De collab, ja. Ja, nee, ik vind oh, het, het niks. De collab niks. van New Balance en Loro Piana, het slaat zo nergens op. Maar ik sta voor hun. het staat wel ergens op. Ja. zo'n ja. bepaalde markt. Ja. Die, uh, maar, dat die, fris, <laughs> <laughs> maar dat gaat allemaal ten koste van Nike. Ik vind er wel fris hoor. Maar dat gaat allemaal ten koste. Als in je beeld. kijkt naar de schoenenkassen. Mensen... Wat vinden jullie van de New Balance X Loro Piana? Okay, sorry. Um, ja, veel meer dan Nike. Ook in de, ja. uh, een ander ding. Maar wacht, even sorry. Heel, ja. heel snel. Wat, wat is bro, wat, wat vond jij de laatste harde Nike? From the top of your head gewoon. Dat zijn allemaal oude schoenen. Precies. Oude silhouetten. Ik denk, de laatste die ik zou zeggen is die. Uh, met Cactus Jack? Ik ben net even naam kijken. Die ja, Low die Jordans. Welke? Vier? Welkom, vier. Nee, 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 nee. Gewoon die. Die Jordan Ones. Ja, die weten ze. Jordan Ones. Jordan oh, Cactus ones. Jack, die blauw die wit-zwarte. Blauwe ja. ja. Nee, maar het heeft een naam toch? Ja, ik okay, weet niet no. wat. Oké, okay, maar die, die dunks. Ja. Ik, de, ik zou ik zeggen dat ik die. Van wat ik nu zo kan zeggen, dat, dat ik die nog het hardst mm. vond. Heel veel mensen uit die innovatie, uit die product, team. Waar ze echt op nieuwe schoenen waren, echt in, met de culture bezig waren. Die campagnes, die markten, die zijn gewoon. Die hele shift van Nike was van: oké, okay, we zijn nu bigger than that. We moeten nu ons focussen op memberships. Mensen moeten mm. member worden van Nike. En die hele digitaliseringsslag, die eigenlijk tot niks heeft geleid. Ja. Dus veel aandacht weggaan bij bepaalde Bro, mensen. Ik was, de in, ik was laatst in Pata en ik vond het gewoon raar om Jordans daar te zien. Weet je hoe lang je Jordans meer hebt gezien in de winkel? Ja. Van, ik zag Jordan's nee, daar bro. Je je, yeah. Daar zeg je nu iets? Retailers, dat is ook een andere stap die Nike heeft genomen. Um, is dat uh, Nike heeft bepaalde retailers gewoon gekat. Van joh, wij geven er geen Nike's meer. Als je Nike wil kopen, moet je naar een Nike shop gaan. Hmm. En terwijl heel veel mensen die gaan standaard naar bepaalde sneakerwinkels, waar ze Nike halen, weet je. En, maar Nike heeft op een gegeven moment gezegd van nee, al die retailers gaan we katten. Alleen een paar mogen Nike verkopen. En die andere mainstream retailers die kunnen gewoon die basic Nike's verkopen. Die, weet je bijvoorbeeld, een Air Force of whatever. Ja. Alle, ja, je moest naar Nike toe. Dat was een, een rigoureuze beslissing. Want heel veel mensen zijn gewoon gehecht aan een bepaalde retailer waar ze altijd hun schoenen halen. En dat heeft, gewoon, uh, dat heeft gewoon impact gehad. En al dit bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat er eigenlijk veel meer. Um, ja, andere merken zijn opgekomen, man. Adidas met de Samba hebben het gekillt. Bro, die Adidas Samba x George x oversized shirt... Oh, meisjes hebben die helemaal kapot, ja, hebben die kapot gemaakt. Ja, 100%. man. 100%. Um, ja, maar voornamelijk, weet je, die running shoes. Hoka heb je ook uit Japan. Hoka, hoka, is wel, hoka vind ik wel nice, man. Hoka is nice. Je hebt Saucony. Ja, klopt. Wat vinden jullie de friste schoen op dit moment dan? De frisse like, schoen? Ja, de friste... Sneaker. Sneaker. Ik hou van Essex, man. Ja, maar heb je een bepaald model? Niet een bepaald model, nee. Tenminste, dit model wat ik nu aan heb, het heeft een naam. Maar ja, die vind ik nice. Maar ik vind ook Salomon, ik heb ze zelf niet, maar ik vind het een verrijking op de sneaker game. Wat vind jij dan? Ja, kijk. Niet omdat ik het... New Balance wel, maar alleen die um, US made. Ik weet het, oh, het is dat model van die Loro Piana. Want yeah, kijk, yeah, weet, yeah. Je wat, weet je wat ik ben gaan waarderen sinds ik ouder ben geworden? Schoenen die zeg maar die boog hebben aan de onderkant zodra, 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 zodat je geen rugpijn krijgt. Oh, ja. Dus sommige schoenen lopen zo met de boog aan de onderkant, ja. zodat je gewoon heel goed doorstapt. Sketches is ook gek aan het gaan hè? Ze ja? zijn nu bezig met voetbalschoenen. Ze hebben Harry sketches? Kane. Sketch, oh, sketches wow. heeft Harry Kane getekend als een atleet. Harry wow. Kane draagt sketcheschoenen hem. Eh, uh, Mohamed Kudous. Ja. Ook een Sketchers athlete nu. Oké. Okay. Want iedereen ruikt nu bloed. Zijn ze fris? Heb je ze gezien? Of heb je ze... Ik vind ze niet echt vernieuwend of zo. Dat ik dacht ah, okay. wil ze hebben. Maar ja. Sketchers was normaal, soort on the armor huismoeder. Under Armour was ook even erop, toch? Wie? Under Armour. Oh ja, Under kwam armor, ook ja. echt hard. Oh nee, ze gaan nog steeds wachten. Ja, 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 ze, ja. Anders ze anders hebben ze atleten. Ja, ja, ja. Rudiger bijvoorbeeld. Memphis heeft echt wel een weef gebracht, man. Puma gaat ook hard, hè? Ze hebben nu, een ja, Rocky als creative director, uit, weet kom je, Fenty, Fenty, Fenty. is al heel lang mee ja, en ze hebben nu die Speedcat die terugkomen, die zie ik nu ook veel meer. Die speedcats ja. En die Zweeds blijven gewoon nog steeds. Uh, ja. Heel veel mensen vinden dat nog steeds. Dus nog iedereen een rijk ding. bloed. Heel veel ja. atleten die ook bij Nike zaten zijn naar Puma gegaan. Dus Nike ja. is gewoon steeds meer waar Nike zeg maar on top of the world was en en alles Ze Zijn ja, nu echt man. aan het. Uh... Maar denken we dat ze terugkomen?